Ik ga luisteren even wat zijn goede tongsoort is. Doe dat nou toch alsjeblieft niet. Je hebt die man niet gezien, je hebt er nooit van gehoord. Zeg, ik weet dat je hem niet mag zien officieel, maar zou je toch wat voor me willen doen? Wat is? Wil je even kijken of hij die pen nog van me heeft? Dat kan ik niet doen, Die man is er niet, die bestaat niet. Die is een lucht van me. Oké. Goedenavond! Goedenavond! Bleed er nu even bij ons in de zaak. Het was gezellig. Heel fijn. Wat kan ik voor u betekenen? Vragen wij altijd. Ik wilde graag even de menukaart. U zegt het maar hoor. Kan ik iets voor u doen? Even het menu zien graag. Ik heb hem meegenomen. Heel fijn. Ik verwachtte de vraag. Dank u wel. Kijkt u eens, kijkt u rustiger. Weet je wat? Nou. Zoek jij maar iets voor ons uit. Dan zou ik zeggen, doet u dan 2 soep van de dag en 2 entrecôte. Lijkt me prima. Lekker. Weet u het al, de bestelling bedoel? Ja. 2 soep van de dag. 2 soep van de dag? Ja. Zo. U heeft honger, hè? U heeft honger. 2 soep van de day. En 2 entrecôte. En 2 entrecôte. Ja. Zo. U doet niet aan de lijn, hè? Nee. Zeg, ik heb ze opgeschreven. Ik ga het prima in orde maken. Heel fijn. Dank u wel. Dank u voor de zeg, Ober. Ober. Mevrouw. Wij willen er ook graag wat toast bij. Zeg ik maar. We willen er graag wat toast bij. Nou, dat kan toch? Dat kan toch? Kunt u rustig vragen, hoor, natuurlijk. Ik ga het even zorgen. Komt prima in orde. Ja. Waarom zou die man mij negeren? Dat lijkt maar zo. Kijk eens, daar zijn ze al. Oh, heerlijk. Wat snel, dank u wel. Ja hoor, graag gedaan. Kijk, ik bedoel, te veel belangstelling is natuurlijk vervelend, maar dit slaat ook nergens op. Nou, ik denk dat hij gewoon een beetje van zijn stuk is omdat hij jou ziet. Kijk eens. Nou, het is fijn. Het is lekker. Fijn. Het is klein, maar fijn. Kijk eens. Daar ben ik al. Heerlijk. Dat is rapido, hè? Fijn. Dat is rapido, met de soep. Ober? Ja, mevrouw. Wat is de soep van de dag? Wat is de soep van vandaag? Goeie vraag. Het is dezelfde soep als van gisteren en dezelfde soep als van morgen. Want de chef kook wou weer eens graag een blik liggen. Dat begrijp ik, Dat heeft u wel door, hè? Ja, hoor. Kijkt u eens. Nou, het ziet er heerlijk uit. Oh, lekker, hè? Heel smakelijk. Lekker gevuld, hè? Kijk eens, alstublieft. Dank u wel. Smakelijk. Ober? Mevrouwtje? Het was 2 soep van de dag. Ja, ik zet die andere ook even warm, hè? Nou, geeft u meteen maar, hoor. Meteen erbij? Ben je? Oeh. Wat u zelf wil. Fijn. Dan kwak ik hem er gelijk bij, mevrouw. Hij ziet er ook erg lekker uit, hè? Ja, hoor. Ja, hoor. Kijk eens. Fijn. Alsjeblieft. Dit is mooi. U al? Smakelijk, hè? Een voortzetting. Nou, zo dan maar. Ja. Ja, met mijn best. Misschien is het modern. Ja. Had u misschien wat Parmezaanse kaas over de soep? Een klein beetje graag, ja. Nou, eerlijk gezegd, ik niet. Ik ben niet zo dol op kaas. Jongens, radio uit, dat horen we hier. We last van. Ik de radio zacht gezet, hè. Dat is de radio uit. Excuse me. Kijk u zo? Fijn. Zoiets dacht ik, hè. Dank u wel, hoor. Ja, toch wel. Bedankt voor de prijs. Zou er iets mis zijn met mijn stem of zo? Nee hoor, nee. Jij moet die kritieken niet allemaal geloven. Nou, smakelijk. Wil jij misschien een beetje champagne? Dat zou ik nu wel lusten, maar laten oma dat doen. Oma! Mevrouw! Zegt u het maar. Wij zouden zo dolgraag een glaasje champagne lusten. Voel er hem aan, komen. Kijk eens. Hier staat hij. Hij staat al klaar voor u, heel hè? Fijn. Nou, zeg. Gaat iets te hard, hè? Rustig. Gezellig. Ja. Alles wat in mijn handen komt, dat... Ach, Ober, dat andere glas is leeg. Oh, excuus. Ik neem het hier mee, hè? Nou, pardon, hoor. Onze vrouw. Werkelijk, inhouden. Jij zou zo'n kerel toch in timmeren? Ja, we houden het wel gezellig, hè? Dat zou je trouwens niet kunnen permitteren. Dat staat meteen in alle kranten. Even een vraagje door. Wat wilt u bij de biefstuk hebben? Een ander restaurant waar we goed bediend worden. Kan die radio uit je handen! Ja, begrijp. Wat wilt u bij de biefstuk hebben? Nou, doet u mij maar een kleine gemengde salade. Ik wilde dan graag een grote gemengde salade. Een kleine gemengde salade. Nee, ik wil een grote gemengde salade, zoals die meneer daar. Ja, staat er nog weer leeg, was. Ik neem weer meteen mee. Ik heb nou wat zout gevreten. Het is open dat die andere... Dit is koud, hoor. Laat staan. Ik geloof dat het is ook niet lekker meer. Daar is hij al. Het is over nu, hè. Kijk eens. Eenmaal heerlijk. Wat had u ook weer besteld? Een entrecôte. Daar lijkt het heel erg. Ja, hoor. Ja hoor, dank u wel. Heeft u smakelijk eten? Dank. Ach, Ober. En de voortzetting. Ja, mevrouw. Waar is het andere bord? Dat staat hier, dat hou ik even op het rusje. Blijft die lekker warm, hè? Blijft die lekker sprankelend? U begrijpt het niet.
Dat bord, ja? Dat is voor Robert Long. Nee, die is er niet, hoor. Jawel, nee, oh, Robert, zeker wel. Nee, wees er maar achter. Is hij er wel? Hij is er wel, hoor. Ja. Waar is hij dan? Daar. Waar? Daar. Dat Robert Long? Ja. Ja, maling om de baarstand, hè? Leon, mevrouw vindt het gezellig als u de haren tafel kunt zitten. Komt u even mee, hè? Kunt u gezellig hier zitten. Kijk eens, mevrouw, hij is voor u, hoor. Zit en eet. Als u Robert Long bent, mag ik dan misschien uw handtekening? Hallo. Hallo. Meneer Long, even met rust laten. Ja, hè? Die is ook even een keer privé. Ja. Maar even rustig met zijn secretaresse eten, ja. Ik wil niet lastiggevallen worden door het opdringerige vent, ja. En als u dat niet bevalt, dan roepelt u maar op. Dit is een absolute schande. Ik wens normaal behandeld te worden zoals iedereen hier in dit bedrijf. U hebt gelijk. Ed! Ja! Ed, kom ogenblikkelijk hier en bied deze man je excuses aan. Ja. Wie is deze man? Deze man, dat is Robert Long. Nooit van gehoord. Mensen.